De situatie op de wallen is moeilijk. Door de kleine oppervlakte, de tienduizenden toeristen en de prostitutie is het er te druk. De overlast voor de bewoners en de sekswerkers is groot. De gemeente gaat maatregelen nemen. Een achtergrond van de prostitutie en de buurt. Rond 1500 werd Amsterdam een drukke havenstad. De gemeente klaagde al in 1478 over het grote aantal openbare bordelen. Ook waren er koppelaarsters die eerzame vrouwen overhaalden tot een oneerbaar en zondig leven. Maar de gemeente zag in dat een koopstad als Amsterdam niet zonder lichte vrouwen kon en bepaalde dat alleen dienaren van de schout, een ambtenaar, bordelen mocht houden. Dit mocht alleen in de Pijl en de Halssteeg. De smalle Pijlsteeg loopt nog steeds vanaf de Dam naar de ouderzijds Voorburgwal. De Halssteeg werd verbreed en heet nu de Damstraat. Getrouwde mannen die betrapt werden, kregen een boete van 20 gouden kronen of werden aan de kaak gesteld, in het openbaar te schande gemaakt. De prostitutie concentreert zich dus al 500 jaar rond de wallen. In 1578 veranderde Amsterdam van een katholieke in een gereformeerde stad. De nieuwe bestuurders wezen prostitutie strikt af. Het werd de dienaren van de schout daarom verboden nog langer bordelen te houden, maar ter compensatie kregen ze wel een hoger salaris. Onder de bevolking bleef de oude losheid op seksueel vlak lang bestaan. Ook de prostitutie bleef, ondanks de gereformeerde kerk. Er waren dure bordelen, prostituees in kroegen en tippelaarsters. De houding van de gemeente wisselde in de loop der eeuwen steeds tussen streng en soepel, tussen gedogen en verbieden. De Wallen is een van de oudste buurten van de stad. Hier staat de oudste kerk en er waren veel kloosters. Ook woonden er de rijkste burgers van de stad, voordat vanaf 1613 de grachtengordel gebouwd werd. Door de nabijheid van de haven en het vertrek van de rijke burgers kwam er nog extra bedrijvigheid, waaronder meer herbergen, cafés en vrouwen van lichte zeden. Eind 19e eeuw verzette de christelijke politiek zich fel tegen de bordelen en losse seksuele moraal. In 1897 besloot de gemeente tot een bordeelverbod. Het gevolg was dat de bordeelhouders hun bedrijvigheid voortzetten in hotels, modeateliers, pensions en zelfs in wasserijen. Ook boden vrouwen zich in hun eigen woning aan. Het bordeelverbod werkte dus niet. Naast de Wallen werd ook de Pijp een drukke prostitutiebuurt. Vanaf 1945 werd de prostitutie door de gemeente weer bijna helemaal geconcentreerd op de Wallen. In de verbeelding was de buurt met een romantische waas omgeven. Hier leefden ruwe bolsters met blanke pitten. Maar in de periode van 1956 tot 1963 werden 5 prostituees vermoord, waaronder magere Jossie. Men sprak schande over de prostitutie. Het Algemeen Handelsblad kwam toen al met een pleidooi om sekswerk te legaliseren. De maatschappij werd vrijer en vanaf 1966 werd de politie toleranter. Er waren toen ongeveer 3000 zittende publieke vrouwen op ongeveer 500 al dan niet herkenbare plekken. Sinds 1969 werd de prostitutie grootschaliger. Er kwamen sekstheaters, bioscoopjes, sauna's en schreeuwende neonreclames. De prostituees werden steeds zichtbaarder en uitdagender. Begin jaren 70 kwamen de eerste Surinaamse prostituees. Daarna vrouwen uit Latijns-Amerika, Thailand, Afrika en Oost-Europa. De Nederlandse prostituees zijn nu een kleine minderheid. Vanaf de jaren 70 ging het steeds slechter op de Wallen. De heroïnehandel werd groot in Amsterdam en er kwamen steeds meer heroïneverslaafden. De verslaafden overleefden door te stelen, te dealen of als sekswerker te werken. Ze bevolkten de kop van de Zeedijk en de ouderzijds Voorburgwal. Grote en kleine criminelen beheersten de buurt. Zwart geld werd er wit gewassen. De gewone bewoners konden nauwelijks normaal leven. Vele vluchtten uit de buurt. Panden stonden leeg en de buurt verloederde totaal. Vanaf halverwege de jaren 80 ging de gemeente optreden. Onder andere met de NV Herstel Zeedijk. Sindsdien is het aanzien van de buurt enorm verbeterd. De heroïnecriminaliteit is zo goed als verdwenen. Ook werden vele prostitutieramen gesloten. Maar tegelijkertijd explodeerde het toerisme in Amsterdam
En het Red Light District blijft een van de grootste attracties van de stad. Het gebied is te klein om dit alles ook praktisch te kunnen verwerken. Ook misdragen sommige bezoekers zich, vooral in de nachten in het weekend. Burgemeester Halsema heeft een aantal scenario's voorgesteld voor de toekomst van de prostitutie. Opnieuw staan de wallen aan het begin van een ingrijpende verandering.